Breda Nu. Je weet het meteen. 1, 2, 3. Vrijdag werd door burgemeester Paul de Pla, erevoorzitter van het Rode Kruis afdeling de Baronie, de eerste Red Cross Shop van Nederland geopend aan de Hoge Steenweg in Breda. Dat is een heel bijzondere Red Cross Shop. Het is namelijk de allereerste in Nederland. En de directeur van het Rode Kruis afdeling de Baronie, Edwin Mario Smit, die was in het buitenland en die zag zoiets dergelijks. En die dacht, dat is iets voor ons in het Breda's, in de Baronie. En die heeft initiatief genomen om hiermee te gaan beginnen. Is afgestemd met het hoofdkantoor in Den Haag, het hoofdkantoor van het Rode Kruis. En is met heel veel vrijwilligers van ons aan de slag gegaan om dit concept te gaan realiseren. Mijn verwachtingen zijn dat we een heel brede doelgroep gaan aantrekken. Van jong tot oud, van arm tot rijk. En dat iedereen die het Rode Kruis een warm hartje draagt, wat moet kopen bij ons. Topshop. Een topshop. En we verwachten niet alleen, zeker ook heel veel jongere mensen die zeggen, oh, ik heb niet zoveel geld, maar ik wil graag een leuk jurkje of een leuke broek scoren. En ga even kijken wat het Rode Kruis in de Red Cross Shop voor mij heeft. En die gaan slagen. Dat wordt leuk. Nou, de kleding die verkocht, dat is tweedehands kleding die gedoneerd wordt door iedereen die meer wilt. De kleding wordt gesorteerd door ons, we kijken het na. Als het heel is, dan wordt het gewassen, gestreken door ons, zodat het schoon in de winkel staat en meteen klaar voor weg komt. Het doel van ons is uiteindelijk om ervoor te zorgen dat er wat extra geld binnenkomt. Want als Rode Kruis afdeling de Baronie, moeten wij ook voor een deel onze eigen broek ophouden zoals het heet. We krijgen een klein beetje van het hoofdkantoor en de rest moeten we zelf bij elkaar zien te krijgen. Dat doen we deels middels collectes, deels middels de inzet van mensen voor allerlei evenementen, groot en klein. En deels ook door dit soort activiteiten. Ja, het Rode Kruis de Baronie zit ook aangesloten bij het Zorg voor Elkaar en daarmee ondersteunen ze allerlei projecten. Oudere projecten, zeg maar, om mensen zelfredzamer te maken. Move hebben we, dat is voor mensen met een beperking, zeg maar, jongeren die toch gewoon dagelijkse activiteiten gaan ondernemen, die wij ook ondernemen als jongeren. Er gaat heel veel ook naar sociale activiteiten, om bijvoorbeeld mensen die op de een of andere manier vereenzaamd zijn, sociaal geïsoleerd zijn, extra hulp nodig hebben, om die een klein beetje te kunnen bijstaan zodat de kwaliteit van hun leven wat beter wordt. Maar die mensen hebben daar gewoon echt behoefte aan en die vinden het gewoon heel gaaf dat kleine beetje extra aandacht wat ze krijgen, of het kleine beetje aandacht wat ze krijgen, en dat maakt ze gewoon een beetje blij. Nou, als wij daar een steentje aan bij kunnen dragen, dan maken wij heel graag mensen een beetje blij. En liefst een heleboel blij. We zijn woensdag, donderdag en vrijdag open van 1 tot 5. Dus dat wordt helemaal gaaf om zodoende heel veel mensen hier te kunnen hebben in die winkel, waar ze voor een prikkie fantastisch leuke kleding kunnen kopen. Breda Nu. Je weet het meteen.